kun je met grommen en kreunen een Oscar winnen? Vooralsnog blijft die vraag onbeantwoord, maar Leonardo DiCaprio bewijst nu al dat je er wel een heel eind mee kunt komen. Ik ben Marco Weijers en dit is mijn recensie van The Revenant. Onder leiding van drievoudig Oscarwinnaar Alejandro González Iñárritu kroop Leonardo DiCaprio... ...voor de Revenant in de huid van Hugh Glass. Deze avonturier leidt in het begin van de 19e eeuw een expeditie van pelsjagers door de Rocky Mountains. Na een bloedige confrontatie met indianen moeten zij de aftocht blazen. Maar voor Glass zelf slaat het noodlot pas echt toe op de terugweg naar hun handelspost. Halverwege wordt hij te grazen genomen door een grizzlybeer die hem levensgevaarlijk verwondt. Deze adembenemende aanval die maakt dat je de adem van die enorme beer bijna kunt ruiken... ...is niet alleen het bloedstollende hoogtepunt van The Revenant. Het is ook een scène die deze uiterst zintuigelijke film typeert. Inyaritu heeft zijn cast en crew ondergedompeld in de onherbergzame wildernis waar het verhaal zich afspeelt. Alle emoties en ontberingen van de personages op het scherm hebben daardoor aan geloofwaardigheid gewonnen. Je voelt de kou in hun botten, de honger in hun maag en de angst om hun hart. Als de halfdode Hugh Glass in de steek wordt gelaten door degenen die hem zouden verzorgen, onder wie de eveneens voor een Oscar genomineerde Tom Hardy, lijkt waar we naar kijken even te ontaarden in een rauwe wraakfilm. Met hulp van sterke acteurs en met het oog van cameraman Emmanuel Lubeski stijgt deze vertelling daar echter ver boven uit. Uiteindelijk wordt het meer een spannende meditatie over wilskracht en het menselijke overlevingsinstinct, en over de ongenaakbare natuur in al zijn woeste schoonheid. Reden waarom het overweldigende bioscoop Epos The Revenant, genomineerd voor 12 Oscars, van mij de volle 5 sterren krijgt.